Dus de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij, die krijgen altijd prijzen voor hele grappige filmpjes. Ze hebben een paar jaar lang hebben ze Neandertalers opgevoerd, die dan ook blijken te bestaan. It's so easy to use geico.com. A caveman could do it. What's that supposed to mean? That is really condescending. Why does that bother you? Why does it bother me? So easy a caveman can do it? Well, it's just a commercial. Okay. Well, what if it said, geico.com, so easy a therapist can do it? Well, that commercial wouldn't make sense to me. Why not? Well, therapists are what? Smart. Yeah. Toen ik begon te studeren, keken met name Amerikaanse archeologen, die keken naar de Neandertaler als een soort halve idioot. Die allerlei dingen, vooral in vergelijking met moderne mensen, niet kon. Hij kon niet, ver vooruit denken. De vraag is natuurlijk of je dat als archeoloog überhaupt kunt onderzoeken. Hij kon niet jagen op grote zoogdieren. Hij kon een bepaalde type omgeving niet overleven waarin moderne mensen wel konden overleven. Dus er waren een heleboel dingen die hij niet kon. Oh, dat heb ik niet gemist. Kijk eens wat stomme kleren ze aan hebben. Ja. Kijk wat een ellende. Oh. Nat, zonder zuur, in de moerassen. Maar dan zijn die Geico commercials leuker en beter. Dat beeld van die halve debiel die in ijstijd Europa over de vlakte schokte, dat is de laatste 20, 30 jaar flink genuanceerd. En daar hebben wij vanuit Leiden ook aan bijgedragen. Bijvoorbeeld dat ze niet konden jagen. Daar hebben we een belangrijke bouwsteen geleverd die Neandertalers al laat zien als volstrekt capabele, zeer geroutineerde jagers op groot wild. Even kijken waar zitten ze nou. Aboriginal movies. Toen daar die eerste ontdekkingsreiziger uit Victoriaanse Engeland kwamen, weet je, met die mooie gebouwen in Londen, en je ziet dit. Dus ze hebben alleen maar een speer, een speerwerper en een hele kleine stukjes vuursteen of steen. Veel primitiever dan wat wij hier opgraven of vergelijkbaar. Dat meteen laag geclassificeerd werd. Maar die ontdekkingsreiziger slaagde er niet in om in die omgeving maar 2-3 weken te overleven. Terwijl zij er al 30.000, 40.000 jaar zaten. Ja, als je ziet dat die aborigines leven 30.000, 35.000 jaar in de binnenlanden van Australië. Die Neandertalers leven meer dan 500.000 jaar hier in een heel breed spectrum van omgevingen. Dat waren geen domme jongens en meisjes. En ze hebben ook zo'n uitdrukking, die aborigines, the more you know, the less you need. Die culturele antropologie en de materiële cultuur die je daar ziet, die enorm rijke materiële cultuur waar niks van bewaard blijft in de archeologie, want dit is allemaal hout. En afgezien van een paar enorm toevallige omstandigheden, zoals die speren van Schöningen, die 300.000-400.000 jaar oud zijn, blijft hout niet bewaard in de periode waarin ik werk. Dus dat ben je allemaal kwijt. Als we dat hadden, ben je het kwijt. Maar de culturele antropologie laat je zien hoe rijk die materiële cultuur soms is. Ik wil helemaal niet zeggen dat Neandertalers dit soort dingen hadden. Hè? Absoluut niet. Ik bedoel, er is heel veel mogelijk, maar je moet werken met wat je kunt zien. En we zien helemaal niks. Maar als studenten mij vragen, wat zou je het liefste vinden hier? Dan zeg ik altijd, als grapje, een bezem.
Omdat een bezem, kijk, een speer, maar gewoon als je een bezem zou vinden van 600.000-700.000 jaar geleden. Gewoon omdat een bezem staat voor een heleboel dingen als opruimen en de grote schoonmaken. Ik zou graag een Neandertaler bezem willen vinden.